Dit is de hoofdverdachte, Frank Rubio, een Amerikaanse astronaut. What do you think? It's amazing. Hij verbleef een jaar lang in ruimtestation ISS. Daar deed hij allerlei onderzoeken. Zo probeerde hij tomaatjes te kweken. So my favorite experiment is one where we're growing tomato plants. I love working with that little plant and just seeing it grow and develop. En zo groeiden er voor het eerst in de geschiedenis tomaatjes in de ruimte. Het oogsten van de tomaatjes was dan ook een bijzonder moment. Iedere astronaut kreeg er één, ook Rubio zelf. Maar hij raakte zijn tomaatje kwijt. Alleen dat geloofden zijn collega's niet. Did you eat the tomato? That's hilarious. I don't know who put you up for that, but I did not eat the tomato, and I wish I had at this point because I think everybody thinks I did. And it just perplexes me. I spent so many hours looking for that thing. Eind september moest Rubio weer terug naar de aarde, maar het mysterie rond het verdwenen tomaatje bleef onopgelost. Tot deze week, want zijn collega's vonden het ding helemaal verschrompeld terug. Dat kon direct de vuilnisbak in. Rubio was onterecht beschuldigd. Well, we might have found something that someone had been looking for quite a while. Our good friend Frank Rubio, who headed home, has been blamed for quite a while for eating the tomato, but we can exonerate him. We found the tomatoes.